mannen die op hun werk bezig zijn. Die gaan even snel naar het toilet. En dan ja, zitten ze daar ook gewoon nog lekker met mij te kletsen of met mijn andere vriendinnen. Uit onderzoek is gebleken dat maar liefst 71% van alle mannen de afgelopen 6 maanden porno heeft gekeken. Bij de vrouwen is het aantal veel lager, namelijk 29%. En ook het aantal pornoverslaafden die stijgt enorm. Daphne Laat, nou, behoorlijke winst als ik het zo hoor. Ja, zeker wel. Lekker toch? Kun je dat verklaren? Nou, ik denk dat ik het kan verklaren. Iedereen wil seks natuurlijk. Dus waar ga je op zoek? En als jij een beetje drang hebt om lekker bezig te willen zijn, ja, en je gaat dan kijken naar porno, dat helpt jou wel op gang. We hebben een groot probleem als man zijnde. Wij kijken veel meer porno dan dat vrouwen doen. Ja, dat zal me niks verbazen. Nee, hoe komt dat dan, denk je? Nou, ik denk dat dat wel een beetje mannen ding is, toch? Omdat mannen hun pik achterna lopen. Ja, het is een moeilijke vraag, dat begrijp ik. Ja. Laat ik hem de vraag wat concreter maken. Kijkt u wel eens naar porno? Nee. Nou, dan hoort hij dus tot de minderheid. Oh ja, dat vind ik wel soms wel prettig bij minderheid horen. Ja. Zeker na de laatste verkiezingen. Dat is een mannelijke behoefte? Nou, behoefte zou ik niet willen zeggen, maar ik denk wel dat mannen daar wat openlijker over praten. Want, misschien doen vrouwen het wel, maar ik weet het niet. Nou, ik hoef er niet over te praten, sorry. They say women watch too not enough porno. Porno? Yes. I don't like see porno. I like to make sex, but don't like see. Ja, we zijn gewoon veel geiler, toch? Ja. Ja. Ja, want jullie zijn dat dus niet? Nou, dat zeggen we niet, maar ik denk wel minder dan mannen. Ja, sinds ik haar heb, kijk ik niet heel veel meer, dus... Nou, ik kijk het sowieso niet. Ik ook niet. Ja, dat zal. Nee, echt. Vrouwen, meiden kijken dat echt niet. Nee. Nee, echt niet. Maar ik ben echt serieus. Ik kijk dat echt niet. Dat verschil in man en vrouw, dat is enorm. Ja, ik zeg het voor mezelf, vind ik het juist wel fijn om films te kijken, terwijl we al lekker bezig zijn. Dat geeft er wat meer smeu aan, de fantasie komt een beetje te sprake. Vrouwen die halen het ook uit andere dingen dan alleen porno. Ja, zoals? Romcoms en zo. Wat? Zoiets had ik een keer gezien ergens, dat vrouwen niet alleen specifiek porno kijken, maar het ook uit boeken kunnen halen en... series en zo. En wij zijn natuurlijk hardcore zooi nodig, toch? Dat zit natuurlijk een beetje ingebakken ook wel een beetje. Ja, en dan het aantal pornoverslaafden. Dat stijgt ook met de jaren. Heb je een idee waar dat dan vandaan komt? Nou, misschien wel door mij. Ja, eigenlijk ben je net zo slecht als de tabaksindustrie, hè? Ja, misschien wel. Nee, ik ben niet slecht, toch? Ik snap wel dat ze het misschien leuk vinden om te kijken, maar ik snap niet dat je verslaafd aan bent. Dat snap ik niet. Nee, en hoe zou zo'n verslaving nou kunnen ontstaan? Gebrek aan seks. Ja, is dat het, ja? Oprecht. Ja, gewoon geen vriendin thuis op de bank. Wat ik wel een heel leuk onderwerp ook vind, is bijvoorbeeld webcam seks. Daarin zie ik ook zeker wel eens terug dat bijvoorbeeld mannen die op hun werk bezig zijn, die gaan even snel naar het toilet om eventjes hun ding te doen. Maar ja, ook bijvoorbeeld die zitten in een hele lege kantoorruimte en dan ja, zitten ze daar ook gewoon nog lekker... met mij te kletsen of met mijn andere vriendinnen. Voor die vrouwen die toch denken dat er nog een beetje een taboe op rust, wat zou je tegen hun willen zeggen? Als een leuke tip? Als een leuke tip. Ik zou zeggen, ga lekker naar Google. Ga daar intoetsen wat je leuk vindt, want dan kan je heel veel vinden. Ga ontdekken, want dat is ook heel belangrijk in de seks. En ga kijken wat je leuk vindt. Tik het in en dan kan je mooi wat leuks kijken, toch? Incognito modus? Hoeft niet per se, maar als je dat wil, dan kan het altijd. Nou, ik raad het aan. Dag, hallo, Mark Baanders hier vanuit Lamblab als... Lapland! Als presentator van een knotsknettergekke kerstshow voor op de NPO 3. Allemaal kijken. Oeps.